Het is het grootste festival over apps en mobiel internet in Nederland, April. En donderdag gaat het van start in 5 steden, waaronder Eindhoven. Edo, zo is het precies. Wat moet ik me nou voorstellen bij April, dit festival? April, ja, een festival van apps. Het zijn allerlei enthousiastelingen. Mensen die apps bouwen, apps gebruiken, apps die in het bedrijfsleven gebruikt worden. Hoe bedrijven mobiel internet voor hun eigen bedrijfsproces in... Je hebt er ook 2 liggen ook meteen. Ja, precies. Dat krijg je van is een privé en zakelijk en dat moet je dan weer netjes scheiden, zeg maar. Juist. Dus zo heb je allerlei nieuwe smart devices die gebruikt worden. En hoe doe je dat en wat zit er allemaal achter? Is dit nog bij te houden? Moet je een ontzettende liefhebber zijn om naar dit festival te gaan? Of vindt de gewone mens dit ook leuk? Er zijn heel veel verschillende onderwerpen die te sprake komen. Van hoe ontwerp je nou een app? En wat zit er nou achter een game bijvoorbeeld? En hoe werkt dat? Tot hele complexe dingen. Philips die ook bijvoorbeeld gaat vertellen hoe zij hun hele app development hebben ingericht. En dat is dan misschien wat specifieker voor wat technischer mensen. Oké, maar het stikt ervan, hè? Je gaat de App Store openen en je komt van alles en nog wel tegen. Waar gaat dit naartoe? Zeg het maar. Ik denk dat het niet te stoppen is. Als je kijkt, 7 jaar geleden is Steve Jobs ook begonnen met zijn iPhone. En als je kijkt naar hoeveel mensen nou al zo'n ding hebben of meerdere. Hebben jullie een smartphone? Ja. Allebei. Ja, en vooral ook wat het betekent voor de mensen. Hè. Want ik heb altijd een heel leuk geintje. Pak je smartphone maar eens, unlock hem. Hè, dus dat je de pincode intoet en dat iedereen erbij kan. Maar geef hem aan je buurman. Nou, wat er dan gebeurt, is het gevoel, het ding is van jou. Ja. Het is heel persoonlijk geworden. En mensen dat is zo. Natuurlijk mensen hebben ook het idee dat je meteen iets wil weten van ze of wil zoeken. Ja, daarom. Het is echt een verlengstuk van jezelf geworden. Hoe dat nou tot stand komt en hoe die apps gemaakt worden die daar uiteindelijk op staan. Wat eronder zit, dat is eigenlijk nog heel onbekend. Laten we eens even kijken naar 2 innovatieve voorbeelden van apps die er komen. Leuk. Of er eigenlijk al zijn. Er eigenlijk al zijn. Ja. We hebben een applicatie gemaakt die eigenlijk de telefoon overneemt. Een laagje zeg maar over Android heen, waardoor senioren het heel gemakkelijk kunnen gebruiken. Dus vooral een hele gebruikersvriendelijke smarttelefoon. We hebben verschillende applicaties gemaakt. Een van de grote problematieken bij ouderen is de problematiek van het vallen. Deze telefoon, als je die bij je draagt en je zou vallen, of je maakt een vallende beweging, dan gaat er automatisch een valalert naar de mantelzorger die daar dan op kan reageren. Wij hebben een EasySafe app ontwikkeld en die zorgt ervoor dat alle abonnementen, contracten die gezinnen thuis hebben, zoals energiecontracten, telecomcontracten, verzekeringscontracten en veel meer contracten, dat die allemaal van het internet opgehaald worden. Want normaal moet je allemaal inloggen om bij je eigen informatie te komen. Die halen wij allemaal voor de consument op, brengen we bij elkaar in een overzicht, tellen we op, zodat je alles onder 1 knop hebt. Oké, dus enerzijds hebben we een app voor de oudere mensen. Dat is een soort sociale innovatie, kun je dat dan noemen? Ja, absoluut. En aan de andere kant is het een soort hulp-app voor financiën. Dit gaat een hele hoop mensenhanden ook wel weer schelen, denk ik, of niet? Absoluut. Daar waar het voor eenvoudiger gemaakt wordt voor de mensen, kan het voor bedrijven absoluut ook heel veel betekenen. Mm-hmm. Maar goed, je ziet ook in die zorg, er moet heel veel veranderen in de zorg. Ja. Er gaat veel meer naar mantelzorg toe. En hoe mooi kan het dan zijn als je eenvoudige technologie ter beschikking stelt om familie en kennissen in staat te stellen om wat meer voor mensen die hulp behoeven te helpen. Maar staan die mensen er ook voor open om met dit soort technieken te werken? Dat moet je makkelijk maken. En dat zie je dan ook, dat samen met het feit dat die nieuwe technologieën op de markt komen en de nieuwe apparaten die daarvoor bedoeld zijn, mm-hmm. dat ook user experience design, dat is een heel mooi duur woord voor hoe ziet het eruit en hoe werkt het, dat dus ook een enorme vlucht neemt om dat zo makkelijk mogelijk te maken. Maar dit is ook iets wat straks gaat gebeuren zeg maar, op het festival, want je kunt daar naartoe. Absoluut. En je kunt er ook vragen stellen. En je hebt ook nog zoiets als, hoe heet die mensen, Hackers. Je hebt hackers, dat zijn de mensen die het kapot Hackerspace willen maken. Hackerspace Eindhoven, dat is techneuten die met elkaar kijken naar de nieuwe techniek. Maar dan heb je ook hackathons, dat is het tegenovergestelde. Hackathons, daar gaan ze met elkaar kijken wie het mooiste kan developen en ontwikkelen. Mooiste techniek in elkaar kan zetten. En wat betekent dan nog yoga op dit evenement? Yoga, dat is een hele mooie, ja precies. Nou, het is natuurlijk een enorm beta-technisch analytisch gebeuren.
Maar als je kijkt dat Steve Jobs bijvoorbeeld, die was een enorme fan van yoga om zichzelf ook weer een beetje met beide beentjes op de aarde te... Ja, yoga en beide beentjes op de aarde. Hangt er een beetje vanaf. Ik weet niet hoor. Hangt een beetje waar de beentjes zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ja, en mindfulness, juist om weer een beetje als tegenwicht van al die techniek, zeg maar. Oké, dus dat zit er dan ook nog bij. Ja. Dus alles... Nou ja, het is zo breed mogelijk en proberen... En leuk voor iedereen. Leuk voor iedereen om er echt een goede kruisbestuiving van te maken. Om jezelf te informeren wat er mogelijk is. Oké. En over een jaar, als het goed is, nog een keer. Ja, inderdaad. Dan wordt het dan de vierde keer. Dit was de derde. Nou, de hele maand april dus zijn er meer dan 100 workshops, lezingen en borrels. En voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina. Dan zetten we daar een linkje neer. Goed. Peer, wat zou jij graag als app nog willen zien? Als je dan eentje mocht bedenken. Nou, dat zou ik zo 1, 2, 3 niet weten. Nee? Nou, misschien eentje voor het wethoudersnetwerk. Ja. Ja. Roland, ja. Wist jij iets? Nou, ik weet dat die er inmiddels is, een app om al die wachtwoorden in op te slaan en gemakkelijk ook te kunnen benaderen. Je hebt hem alleen nog niet gevonden. Jawel, jawel. Oh, ook ja, wel. Ja, ik gebruik hem ook inmiddels en dat vind ik wel ideaal. Goed. Maar ja, waar vraag je om? Ja, het is allemaal gemakkelijk wat op die app staat. Misschien wordt het wel de apps XXS of zoiets dergelijks. Hè? Ja. Megastore. De Megastore. Ja, de Megastore. Zou ja. Wie weet. Nou goed, dank jullie wel in ieder geval allemaal hier aan tafel. Want dit was de onderrond van dinsdag 1 april. Morgen...